Beste Brabanders, ik vind het fijn een boodschap uit te kunnen spreken. Als ik in de geschiedenis kijk, zou je kunnen zeggen dat Brabant gebouwd is op de schouders van boeren. Sterker nog, je kunt zeggen dat Brabant zelfs vandaag nog staat op de schouders van boeren. En ik denk dat het tijd wordt dat wij ook als maatschappij, Brabanders met Brabanders, Brabanders met boeren, dat opnieuw in lang geven en een nieuw invulling gaan geven.